Mark, gefeliciteerd met de Gouden Ui 2012-2013. Was je hem verrast dat je hem kreeg? Nou, ik wist pas een week geleden dat deze prijs echt werd gegeven. Ik hoorde het vandaag. Ja, natuurlijk ben je verrast. En sowieso, deze wedstrijd vandaag leef je vanaf de tribune. En dan zit je op de bank. En dan wordt die prijs uitgereikt. Dan ben je wel ineens verrast dat je die prijs krijgt. Maar desniettemin heel leuk en tof dat dit... Dat ik heb gekregen, heel leuk. Ja, en is het leuk om te weten, het is een supportersprijs, hè? Ja, ik zat ernaar te kijken en dan zie je toch dat de supporters waren. En dan denk ik, nou wel mooi, dat die waardering is echt mooi. Nogmaals, ik zei tegen jullie net al, ik denk dat we met z'n allen liever voor een andere prijs hadden gespeeld. Maar we gaan het volgend jaar opnieuw proberen. Ja, met dat doel was jij naar de Middelmors gekomen om de prijzen te pakken. Nou, de eerste heb je nu. Ja, ik zei net over de grap en dat is echt waar. Het is een van mijn eerste prijzen dit. Dus het is toch uiteindelijk een mooi jaar geweest. Maar ik denk dat met z'n allen... Dit seizoen redelijk moeizaam jaar hebben gehad. En nu uiteindelijk goed afgesloten. Een goede reeks neergezet de laatste tijd. Nou, jongens die heel veel betekend hebben voor deze club. Hebben denk ik ook een mooi afscheid gehad. En het gaat zo nog door. Dus ik denk achteraf uiteindelijk toch een mooi jaar. Voor iedereen. Vandaag ging je voor de tweede plaats. En uiteindelijk werd het door deze uitslag tegen Lisse en de andere uitslagen een vijfde plaats. Ja, dat is zonde. Ik denk dat we, dat is ook al meerdere keren in het seizoen gebleken, dat we toch onszelf tekort doen. We komen gewoon voor, niks aan de hand. En dan gaan we de tweede helft en dan geef je toch weer, of net voor rust, dan geef je toch weer doelpunten weg, net naar rust. En dan moet je weer achter het feit aan en uiteindelijk maak je 2-2. Maar in het seizoen dat we onszelf een aantal keren, zoals vandaag, ook weer tekort hebben gedaan. Anders word je gewoon tweede of derde. Maar ja. Je zei het net al, je zat zelf op de tribune. Je bent de laatste weken geblesseerd. Is het ernstig dan? Nee, het viel mee. Ik heb tegen IJsselmeervogels, ik had een tijdje last van mijn lies. En tegen IJsselmeervogels toen ben ik eigenlijk iets over het randje gegaan. En vlak voor rust toen verrekte ik iets. Het was ook niet nodig om het seizoen afgelopen is om kost wat kost weer terug te komen. We hebben een grote groep, dus wat dat betreft goed dat het seizoen afgelopen is nu en weer fit aan het volgende seizoen beginnen. De eerste twee jaar in de topklasse heb je bij Barendrecht gespeeld. Daar eindigde hij op een 12e en op een 9e plaats, dacht ik. Ja. Dit jaar de Rijnsburgse Boys de 5e plaats. Dus wat jou betreft de hoogste klassering. Hoe erg en hoe steekt het dan bij jou dat juist Barendrecht dit jaar als tweede geëindigd is? Nou ja, dat heb ik, die vragen zijn een paar keer eerder gesteld. Nou, ik vind het ik denk super dat het juist goed gaat. En ze hebben een goede trainer, een goede organisatie. Hadden ze toen ook al. En nu zat er met een nieuwe, jonge, frisse groep daar. Hebben ze gewoon echt een topseizoen gehad. Dat vind ik alleen maar mooi om te zien. En denk ik, knap resultaat. Ja. Oké, je zei het al. Straks hebben we de supporters een feest. Daar wordt ook nog de prijs uitgereikt van de sponsoren. De TU Mulder Verhuur, bokaal. Ik weet, daar stond je de laatste weken bovenin. Dus wellicht ga je straks nog een tweede prijs in de wacht slepen. Ja, nee, ik moet... Wat je zegt, denk ik, wat is, krijgen we nu? Nou ja, het kan zijn. Ik heb het, dat heb ik wel. Dat zie je wat meer onder de aandacht komt dat. Ik denk nogmaals niet om nu een perfecte antwoord te geven. Alleen ik denk dat nog steeds, ik blijf erbij. Het mooiste is toch denk ik als je echt kampioen zou worden met z'n allen. Omdat als je het met z'n allen doet, viert met z'n allen. Uiteraard als je een prijs krijgt als dit is leuk. We zullen het zien. Net er meer spelers zijn die deze prijs verdienen. En die prijs zullen ook meer spelers zijn die hem verdienen. Maar ja, dat krijgt er maar één. Dus. Dan zullen we zeggen, dan gaan we het toch volgend jaar doen? Ja, dat is echt de ultieme doelstelling denk ik. Ja. Maar ja, dat... Volgens mij leeft dat bij iedereen en we gaan er volgend jaar voor. Dus als laatste vraag, vakantie, ga jij altijd naar Spanje? Nee, dat is. Ik ga toevallig met mijn broertje en twee vrienden gaan we een paar dagen naar Barcelona. En daarna heeft mijn vriendin me zover gekregen om een reis te maken. En die gaan niet naar Spanje. Maar ja, dat geef en neem in het leven, hè, is het. Dus half Spanje wordt het deze vakantie. Nou, doe voorzichtig aan en kom fit weer terug in het nieuwe seizoen. Top, zeker, gaan we doen. Jojo.